En om dat te demonstreren stappen we samen met hem in een bootje in de wijk De Hoge Vught in Breda. Bij het water van de kinderboerderij is al weken veel blauwalg. Als die blauwalgen gaan afsterven, want ze groeien heel hard, maar op een gegeven moment kunnen ze afsterven. Dan heeft dat water om al die dode algencellen weer af te breken heel veel zuurstof nodig. Daar kun je vissterfte door krijgen. En die blauwalgen, dat zijn een soort chemische fabriekjes. Die kunnen tientallen soorten giftige stoffen aanmaken die ook voor mensen ja, irriterend zijn aan je huid of aan je slijmvliezen. Tot zelfs, er zijn zelfs gevallen beschreven van dode dieren of zelfs dode mensen. Na lang onderzoek in het laboratorium ontdekte Guido dat er een vrij simpele oplossing is. Het zijn inderdaad twee soorten mosselen. Het zijn zoetwatermosseltjes, het zijn driehoeksmosselen en kwaggenmosselen. Het zijn twee zeg maar broertjes van elkaar. En het fijne van die mosselen is dat ze heel graag algen lusten. Ze filteren het water. Ze kunnen wel een liter per dag per mossel filteren. Op dit moment heeft hij samen met waterschap Brabantse Delta een proefopstelling uitgezet in Breda. In 8 tonnen is naast de blauwalg de mossel gezet. De komende dagen wordt iedere dag gekeken of het beestje de blauwalg ook echt opeet. De oplossing die bestaat niet voor het blauwalgenprobleem. Maar het is wel een oplossing die ons kan helpen om op een aantal plekken van de overlast af te komen. En dus voorlopig is het nu aan de mosseltjes. En als deze dan ook iets minder fel schijnt, kan het snel gedaan zijn met de blauwalg.